Donderdag om 5 uur gaan 6 personen een glazen huis in op de Grote Markt in Nijmegen. Een zogenaamde sponsorhuis. 24 uur lang gaat men zich inzetten voor de stichting Onkie Donkie. Wij organiseren Onkie Donkie dagen voor kinderen. Nou, je hoort ze op de achtergrond. Voor kinderen die soms een zorgelijk bestaan hebben of een beperking. Waardoor eigenlijk een dagje dierentuin niet vanzelfsprekend is. Je wordt behandeld als VIP, dus je komt hier aan, je krijgt natuurlijk wat lekkers, wat te drinken. Ze gaan op stap met een gids, zodat een stukje, ze leren dus ook wat over de dieren, een stukje educatie zit erin. En worden weer ontvangen voor een lekkere lunch, gaan verder nog naar de shows in het dierenpark en krijgen natuurlijk ook aan het einde van de dag een diploma, want ze hebben wat geleerd. Wie is eigenlijk de drijvende kracht achter deze stichting? Het begon bij Marlies Boekhoorn, bekend in Nijmegen, komt ook oorspronkelijk uit Nijmegen. En zij zag door haar vrijwilligerswerk dat er toch wel heel veel kinderen in Nederland zijn die onder de armoedegrens leven. Maar ook die gewoon beperkt zijn, waardoor zo'n dierentuinbezoekje niet zo makkelijk is. Ja, in 2013 opgericht, maar goed, het huis moest eerst komen. En sinds vorig jaar juni zijn we gestart, we zijn bijna een jaar onderweg. En ja, bekendheid, we proberen dat zoveel mogelijk. Maar goed, je bent een stichting en je moet er ergens starten. Dus we merken dat het zich steeds meer uitbreidt, omdat we kinderen uit heel Nederland ontvangen. Ondernemersnetwerk 024 gaat zich 24 uur inzetten voor de stichting Onkie Donkie. We werken met verwijzers, dus dat zijn instellingen, andere stichtingen die in contact komen met die kinderen of al zijn. En via hen nodigen we de kinderen uit. Ja, natuurlijk zijn we afhankelijk van geld. Dus geld, donaties zijn altijd welkom. Maar vooral ook goederen en diensten. Dus denk aan een schommel in de tuin. Denk aan vervoer. Een busvervoerder die zegt, wij bieden een dag per jaar vervoer aan. Postzegels voor onze post. Noem maar op. We kunnen nog heel veel vrijwilligers gebruiken. We hebben nu 50, maar niet iedereen is dagelijks.